In het introductiepakket voor nieuwe ROC-studenten zit dit jaar een flyer over ongewenst seksueel gedrag namens de GGD en de Rutgers Stichting. De campagne Ben je oké? Moet studenten ertoe aanzetten om bij anderen te checken of het wel goed met ze gaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat in studentensteden meer grensoverschrijdend gedrag voorkomt dan in niet-studentensteden. Wat wij horen is, als het over dit thema gaat, zeg maar dan, rondom grensoverschrijdend gedrag, is dat er aan de ene kant een groepsdruk heerst. Dus dat in bepaalde groepen, zeker onder studenten, er toch bepaalde normen en verwachtingen zijn van seks hebben is stoer. Dat doe je als je student bent. En aan de andere kant horen we ook, vooral dan ook meiden, maar soms ook jongens die toch spijt hebben van het gedrag van eigenlijk wat ze hebben gedaan. Ik denk dat het goed is wel om daar met elkaar, met ook gewoon met je vrienden en vriendinnen, het gesprek over aan te gaan. En ik zeg niet dat je geen seks moet hebben, je moet ervan genieten, dat is hartstikke leuk. Maar bespreek dat wel met elkaar, vooraf ook. Hè? Niet op het moment, niet op het moment suprem. Dat zeggen we ook met andere dingen, met condoomgebruik of zo. Maar heb het daar vooraf ook al over met je vrienden en vriendinnen, waar je het gesprek mee kan voeren. Er is al veel onderzoek gedaan naar seksueel gedrag van jongeren. Op basis van die resultaten denkt de GGD dat een deel van hen makkelijker sekscontacten heeft met iemand anders. Maar ook dat de handelingen daarbij verder gaan dan vroeger. Bijvoorbeeld seks onder dwang. Het lijkt, we hebben een post gehad dat we, en dan bedoel ik dwang meer in het kader van de BDSM. En dat klinkt dan misschien heel groot en heel heftig. Maar het gebruik van handboeien, het blinderen, soms bij de keel gegrepen worden. Zijn verhalen die we best wel vaak horen onder jonge mensen. Mm-hmm. En ik vind het helemaal prima als je experimenteert, maar ik weet niet of dat hetgeen is waar je nou mee moet gaan starten als je net begint aan je seksuele carrière. Bij de GGD kun je je ook laten testen op geslachtsziektes. Dit kan gratis en desnoods anoniem. Maar je kunt SOA's ook voorkomen door bijvoorbeeld bepaalde handelingen niet te doen. De seksuele handeling die het meeste SOA's overdraagt, de makkelijkste manier is anale seks. En dan zeker degene die geneukt wordt, zeg maar, mm-hmm. Dus degene die onder ligt. Die heeft de meeste kans op het krijgen van een SOA. En vaginale seks heeft ook inderdaad wel een grote kans op het overdracht van SOA. Als je het hebt over oraal sekscontact, dus het beffen en het pijpen. Dat is al wat minder risicovol. Die overdrachtskans is kleiner. Of je lichaam ruimt het soms wat makkelijker op, zeker chlamydia. En als je het alleen maar hebt over handen, dus over aftrekken en vingeren, ja, die kans is nog veel kleiner. Die is nagenoeg nul. Van Bokhoven is arts, maar ook seksuoloog. En ze heeft nog wel een paar tips voor ons. Ik vind het vooral belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Dus dat je goed nadenkt welke contacten je wil of niet wil hebben en met wie je die wil hebben. Dus voorafgaand zeg maar aan je stapavond, waar ik net ook al een beetje over hadden, hoe sta ik daarin? En met wie heb ik dat dan? En ook bespreekbaar maakt met degene met wie je dan een leuke avond wil hebben. Hoe sta jij daarin? Wat voor contacten heb jij gehad? Hoe groot is jouw risico? Dus dat daarover gesproken wordt. Ik vind dat er nog veel te weinig in de slaapkamer gesproken wordt over seks. Dus niet alleen over SOA, maar ook over seksueel plezier. Dat mag echt meer.